Oei oei, en welkom bij een andere aflevering van Biritology. Wij hebben jullie geleerd met mij, Rita. In deze aflevering gaan we praten over de functies van de lever. Je lever is aan de rechterkant van je lichaam te vinden, net achter de onderste ribben. Hier zie je hoe een lever eruit ziet. Je ziet dat links rechts is en dat rechts links is. Je moet het zien alsof dit de lever is van iemand die voor je staat, niet je eigen lever. In de afbeelding zie je ook veel rood en blauw gekleurde bloedvaten. Er komt bloed in je lever via twee bloedvaten. Allereerst heb je de leverslagader, die hier rood gekleurd is. Het bloed loopt direct van het hart via de aorte naar de lever. Ten tweede is er nog de portader, die is hier blauw gekleurd. De portader is een ader die bloed van je verteringsstelsel naar de lever vervoert. Deze portader is belangrijk omdat hij zorgt voor een bloedcontrole. Je lever controleert het bloed dat van je verteringsstelsel komt op gifstoffen en overtollige stoffen. Beide kunnen schadelijk voor je lichaam zijn. Eenmaal gecontroleerd stroomt het bloed uit de lever via de leverader. De leverader vervoert het bloed naar de holle ader die het hart ingaat. Verder zie je nog groene vaten in de afbeelding. Dat zijn de gaalgangen die gaal vervoeren. Hierover later meer. Als je op een deel van de lever inzoomt, zie je hoe een lever in elkaar zit. Je hebt lobben vol met cellen. Het bloed komt binnen via de dunne bloedvaten aan de buitenkant en stroomt naar het centrum van de lob, naar het dikke bloedvaat in het midden dat richting de leverader gaat. Nu weet je hoe de lever in elkaar zit, dus we kunnen verder gaan met de vijf functies van de lever. Je lever zorgt voor de opbouw en omzet van stoffen. Dus het maakt nieuwe stoffen uit bestaande stoffen. Dit kan op verschillende manieren. Je kan bestaande stoffen aan elkaar verbinden om een nieuwe stof te maken, zoals het maken van eiwitten uit aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten en die krijg je via het verteringsstelsel binnen. Maar de lever kan ook stoffen omzetten in andere stoffen. Dan zie je de oude stof niet meer terug in de nieuwe. Een voorbeeld is het maken van cholesterol uit vetten. Of het maken van nodige aminozuren uit overtollige aminozuren. Er zijn aminozuren die je vaker binnenkrijgt dan andere. Als er te veel van de ene soort is en te weinig van die andere, kan soms de lever uit de ene aminozuur een andere maken. Er zijn in totaal 20 verschillende aminozuren en je lever kan 11 van de 20 zelf maken. De andere 9 moeten uit het eten komen en kunnen in onze lichaam niet gemaakt worden. Verder kan de lever stoffen afbreken. Dat doet hij met giftig of overtollige stoffen. Sommige overtollige aminozuren worden niet omgezet tot andere aminozuren, maar worden afgebroken tot ureum. Ureum is een afvalstof die via de urine uit het lichaam wordt gehaald. Een ander voorbeeld is het afbreken van dode rode bloedcellen. De lever kan ook nog stoffen opslaan. Dat doet hij met energierijke stoffen, zoals glucose. Dan wordt glucose omgezet in glycogeen, de opslagvorm van glucose. Glycogeen bestaat uit veel glucosemoleculen aan elkaar vast. De lever maakt ook nog gal. Gal wordt in de levercellen gemaakt en wordt via de groene kanalen vervoerd naar de galblaas. Daar wordt gal opgeslagen totdat het nodig is. Gal wordt in de dunne darm gespoten om enzymen te helpen met het verteren van vetten. We hadden in de lobben gezien dat bloed van het buitenkant van de lobben naar het centrum stroomt. Gaal stroomt in de tegenovergestelde richting. Gaal stroomt uit de cellen in de lobben naar de gaalgangen, hier groen gekleurd, aan de buitenkant van de lobben. Als laatst voert de lever ook stoffen af. Afvalstoffen worden via de gaal vervoerd naar de darmen. Zo kunnen bepaalde afvalstoffen via je ontlasting uit je lichaam worden vervoerd. Een voorbeeld is het afvoeren van bilirubin via de gaal. Bilirubin is een afvalstof die wordt gemaakt bij het afbreken van hemoglobine in rode bloedcellen. Bilirubin is giftig voor het lichaam en moet dus worden afgevoerd. Dat doet je lever via de gaal. Nou, nu weet je wat je lever allemaal in je lichaam doet en dus waarom je lever zo belangrijk is. We kunnen dus gaan afsluiten. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als het nog niet duidelijk is, luister een stukje nog eens terug. Doei en tot snel!